Het kan anders. Met A20. Ja man. Kondre man. Rechtgeaarde Surinamers. Ik ben Christiaan Max Huisden. Een aantal mensen kennen me als Dr. Huisden. Sommigen kennen me als Max Huisden. Sommigen, vier jongens op aarde, kennen me als papa. Wel, ik ben gepromoveerd. Ik ben teruggekomen naar Suriname om Suriname te helpen opbouwen. 14 jaar lang heb ik academische ervaring en professionele ervaring opgedaan in Amerika. Toen ik terugkwam, raakte ik echter teleurgesteld in de partijpolitiek zoals die decennia lang is toegepast in Suriname. Omdat het bleek dat het niet gericht was op duurzame ontwikkeling. Wat we in Suriname nodig hebben is goed leiderschap om dit mooie land tot grotere hoogte te brengen. Alternatief 2020 heeft die capaciteiten. 2. We gaan voor een technisch kabinet. Dat betekent dat we de kennis en de kunde van alle Surinamers nodig hebben, of ze nu in Suriname zijn of daarbuiten. De diaspora moet terugkomen, want Suriname zit vol met potentie. Potentie op het gebied van agrarische productie. We zijn bij uitstek het land dat vruchtbare grond heeft, de klimatologische omstandigheden, de kennis en de kunde en de traditie om agrarische productie tot een pijler te maken van deze economie. Duurzame ontwikkeling. Naturopathische medicijnen, ons bos. 93% bosbedekking. Dat betekent dat wij als groenste land op aarde bioactieve moleculen hebben in ons bos die kunnen worden gebruikt om naturopathische medicijnen te maken. Naturopathische medicijnen, Dresi Funa Busi. Dat betekent mensen dat deze pijler de economie van Suriname op een grotere hoogte kan brengen. Wij staan bij Alternatief 2020 voor een groene ontwikkeling. Het milieu, ons milieu, ons schoon drinkwater, ons zoetwater dat we hebben in onze rivieren, in onze meren en in onze watervallen moet beschermd worden. We gaan Suriname op een groene manier opbouwen, want ook het ecotourisme moet worden geboost. Onze bossen zitten vol met hardhout, hard hoogwaardig hout. Deze boomstammen mogen niet onverwerkt geëxporteerd worden. Wat we gaan doen is een industrie opzetten. Een industrie voor Suriname die dit hardhout gaat verwerken op duurzame manier tot meubels, toegevoegde waarde om onze economie op te bouwen en Suriname tot grotere hoogte te brengen. Ik ben Christiaan Max Huisden, nummer 4 op de lijst van Paramaribo voor Alternatief 2020. A20, want one trafas dicht.